De eerste kilometer gaat onder de 14 en zo gaan ze de laatste kilometer in. Jumilla heeft er zin in vandaag. Daarachter ligt Cassidy Witt. Eerste paard aan de buitenkant Kiss of Fire. Daarachter vierde aan de relingzijde Elliot Charisma. Vijfde aan de buitenkant Canona. Zesde aan de buitenzijde is Inflation. Zevende gaat binnendoor naar voren Jannie van Tim. Daarachter Eastern AV gaat ook binnendoor. In laatste ligt nog altijd Jaar de Beukenswijk. Rechte lijn overzijde. Proppen gingen eruit bij Cassidy Witt. Nog altijd Jumilla die leidt. Hoe lang houdt Jumilla dit vol? Misschien wel tot de streep. Die andere paarden komen nog niet echt dichterbij. Jumilla, Cassidy Witt. Daarachter Kiss of Fire. 14-3 de tussentijd. Versnelling van de koploper. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Nog altijd Jumilla. En die gaat als eerste de laatste bocht in. Cassidy Witt op plaats 2. Kiss of Fire haakt aan. De rest kan dat even niet. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Leiding nog altijd voor Jumilla. En Jumilla gaat veel beter dan zijn rijder had verwacht. Hij dacht vooraf niet aan winnen. Hij zal nu niet meer denken aan verliezen. Gaan de laatste bocht door. Jumilla als eerste in de laatste rechte lijn. Cassidy Witt gaat nog een aanval krijgen van Kiss of Fire. Uit de staart van het veld komt heel sterk opzetten Jaar de Beukenswijk. Maar het is aan de late kant. Het is helemaal alleen Jumilla. Dit is de Jumilla die we aan het begin van het seizoen zagen. Laatste 500 meter nog even in 1.13.4. Open in 1.9. Grote klasse. Jumilla is binnen. Die wint. Daarachter op plaats 2 Kiss of Fire. Derde is Cassidy Witt. En vierde. Weer om te onthouden. Jaar de Beukenswijk. Beukenswijk. Tijd van de winnaar 13-8. We zijn hier bij de koers achter de Mennek Asbest Sanering Trofee. En het gezelschap van Mennek Asbest Sanering die gaat de bloemen overhandigen aan Dennis Minema. Met zijn paard Jumilla gaf hij een ware demonstratie af in 13-7. Het comité kijkt nog even naar de beelden, maar wij praten vast bij met Dennis. Dennis, als Jumilla in december nog scherper moet zijn, kan hij nog eens baanrecord breken? Ja, nou, ik denk niet dat ze nog scherper kan worden dan dit. Maar ze was extreem gebrand vandaag. Ik weet niet wat ze had. Maar achter de auto, ik hoef niks te doen en neemt gewoon fluitend de kop. Ik was helemaal niet van plan naar de kop te rijden in eerste instantie. En ze doet het gewoon. Ik weet niet wat ze had vandaag. Misschien toch de andere balans. En ik had de checker afgehaald. Ja, misschien dat ze zich iets vrijer voelt en gewoon wil gaan. Want ze na de finish was ook niet meer stoppen. Extreem fit vandaag. Ja, ze was heel erg fit. Misschien dat komt omdat ze even niet gekoerst had. Dat ze gewoon weer frisse moed had. Maar dit was extreem. Echt extreem. Mooie verrassing, maar dan laten we wel zien wat voor klassepaard het is. Ja, maar dat hadden we bij Hetteling al wel gezien natuurlijk. De klasse zit er zeker. En het moet eruit komen. Ja, misschien dat het nog gaat lukken. Geweldige Maddy, verbetert hier fors haar record. Dennis, het is je eigen paard. Is het dan ook zo dat je in de training alles zelf doet? Of besteed je dat ook wel eens uit? Hoofdzakelijk doe ik het zelf. Ik heb laatst had ik een week vakantie. Dan laat ik het gewoon aan Bas wie er rijdt. Maar ik doe wel zelf het schema maken wanneer wat ze snel doet met snelrijden en wanneer ze uitrijden gaat. En de verzorging, alles, et cetera? De verzorging doe ik eigenlijk nooit zelf. Bas' zus die vindt het altijd heel leuk om haar te poetsen. Die komt vaak op maandag en donderdag. Nou, die doet heel erg de best erop. Die vindt het hartstikke leuk om haar te doen, want ze is een beetje nerveus voor zichzelf. Dus zij staat er heel lekker een kwartier, 20 minuten mee te knuffelen en te poetsen. Dat vindt paard lekker en vindt de zus van Bas ook heel fijn. Mooie teamprestatie. Ben je nog weg geweest tijdens je vakantie? Nee, thuis wat dingen gedaan en we hebben één nachtje zijn we ergens heen geweest, saampjes. Lekker thuis. Heerlijk, wat dingen doen. Gefeliciteerd dus. Dankjewel. Mooie winnaar Jumilla en Dennis Minema in een waanzinnige tijd van 1.13.7. Jumilla, dat is een zesjarige bruine merrie van Broadway Fortuna uit Carolien Transair. Gefokt door Kees Hetteling in het bezit van Dennis Minema. Trainer Bas Kribuis hier ook present bij de huldiging en werd ook gereden door Dennis. Tweede aankomende werd paard nummer 4, Kiss of Fire. Derde de 7, Cassidy Witt. Vierde de 8, Jaar de Beukenswijk. En vijfde de 9, Jannie van Tim. 3, 4, 7, 8, 9 is officieel in koers 8 de Mennek Asbest Sanering Trofee. En als het gezelschap nog voor een groepsfoto met het paard wil, dan is die mogelijkheid er nu. Het gezelschap van Mennek Asbest Sanering die een mooie avond gehad heeft hier op Victoria Park. Krijgt ook nog de kans om een groepsfoto te maken met de winnaar Jumilla.
Mooie plaatjes en dan is de laatste ronde voor Jumila en Dennis Minema in de Mennek Asbestsanering Toffee. Thank you so much, knucklehead. Thank you, keep the city. Ja, de start is gevallen. Begin met achterstand voor Easton AV en de leiding wordt genomen door Jumila, die sneller weg is dan Elliot Charisma. Dat had niet iedereen verwacht. Aan de buitenkant is Cassidy Bitt ook goed begonnen. Ook Cassidy Bitt heeft al op de korte baan gelopen dit seizoen. En de vierde plaats is voor de favoriet Kiss of Fire. Ja, de Beukenswijk probeerde het even aan de buitenkant, maar laat zich nu weer terugzakken en ligt op dit moment achtste. En zo gaan de paarden in een hoog tempo de eerste bocht door. Leidt Jumila. Jumila als eerste in de rechterlijn overzijde. Daarachter Cassidy Bitt. Die kan nog net niet inparkeren, want daar lag Elliot Charisma. Maar nu past het wel. Elliot Charisma op plaats 3. Dan een gaatje naar de rest van het veld. Plaats 4 is voor Canona. En daar komt de eerste tussentijd aan. Hupsakee, 1-0-9-6 voor Jumila. Jumila dus, die heeft er aardig de vaart in. Zo'n opening hadden we vandaag nog niet gehad. Onder de 1-10. Jumila gaat de volgende bocht in. Cassidy Bitt op plaats 2. Daarachter Elliot Charisma. Aan de buitenkant komt Kiss of Fire nu naar voren. Gaat voorbij zometeen aan Canona. Achteraan gaat in het tweede spoor mee naar voren Inflation. Daarachter aan de relingzijde ligt Jade Beukenswijk. En laatste zijn Jannie van Tim aan de buitenkant en Easton AV aan de binnenkant. Paarden in de rechterlijn voor de tribune. Dekker heel geconcentreerd achter Kiss of Fire, die een ongelukkige twee koersen heeft gehad. En nu onderweg is naar de leider. En die leider is Jumila. En die gaat natuurlijk niet meer afgeven. Die moet je nu gewoon kan kloppen. 17-4 de tussentijd. De eerste kilometer gaat onder de 14. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Jumila heeft er zin in vandaag. Daarachter ligt Cassidy Bitt. Eerste paard aan de buitenkant Kiss of Fire. Daarachter vierde aan de relingzijde Elliot Charisma. Vijfde aan de buitenkant Canona. Zesde aan de buitenzijde is Inflation. Zevende gaat binnendoor naar voren. Jannie van Tim. Daarachter Easton AV gaat ook binnendoor. In laatste ligt nog altijd Jade Beukenswijk. Rechte lijn overzijde. Proppen gingen eruit bij Cassidy Bitt. Nog altijd Jumila die leidt. Hoe lang houdt Jumila dit vol? Misschien wel tot de streep. De andere paarden komen nog niet echt dichterbij. Jumila, Cassidy Bitt. Daarachter Kiss of Fire. 14-3 de tussentijd. Versnelling van de koploper. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Nog altijd Jumila en die gaat als eerste de laatste bocht in. Cassidy Bitt op plaats 2. Kiss of Fire haakt aan. De rest kan dat even niet. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda bocht. Leiding nog altijd voor Jumila. En Jumila gaat veel beter dan zijn rijder had verwacht. Hij dacht vooraf niet aan winnen. Hij zal nu niet meer denken aan verliezen. Gaan de laatste bocht door. Jumila als eerste in de laatste rechte lijn. Cassidy Bitt gaat nog een aanval krijgen van Kiss of Fire. Uit de staart van het veld komt heel sterk opzetten Jade Beukenswijk. Maar het is aan de late kant. Het is helemaal alleen Jumila. Dit is de Jumila die we aan het begin van het seizoen zagen. Laatste 500 meter nog even in 1.13.4. Open in 1.9. Grote klasse. Jumila is binnen. Die wint. Daarachter op plaats 2 Kiss of Fire. Dennis Cassidy Bitt. En vierde. Weer om te onthouden. Jade Beukenswijk. Tijd van de winnaar. 13.8.